Beste mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie is God? Stel je voor dat Hij zomaar door de deur naar binnen zou komen en tegen jou zou zeggen: Ik groet je, Marie. Ik groet je, Jan. God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn. We kunnen het ons niet voorstellen. We kunnen het niet geloven. En toch gebeurde het in het verhaal waarin Maria bekendgemaakt werd dat zij de moeder van Jezus zou worden. Het was geen bijzonder meisje, geen vrouw van stand, maar gewoon een jonge vrouw die al wat verkering had met Jozef. Ze zou met hem gaan trouwen. Tegen deze gewone jonge vrouw zegt de engel: God heeft jou uitgekozen. Waarvoor dan? Maria wordt er opeens bang van. Maar dan zegt de engel: Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. En dan legt de engel uit dat Jezus koning op de troon van David zal zijn en dat hij zoon van de Allerhoogste God genoemd zal worden. Haast te veel om te begrijpen. Maria raakt ervan in de war. Maar hoe kan dat nou? Ik slaap nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden? Het is de geest van God die over je komt en waardoor je in verwachting raakt. En je bent niet de enige. Ook je nicht Elisabeth, die onvruchtbaar was, is al zwanger geworden. Maria protesteert niet. Ze laat het over zich heen komen. Ze zegt: Ik wil God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Een bijzonder verhaal. Dat is het wel. God komt heel dicht bij mensen. Hij werkt door mensen heen. De baarmoeder is het begin van dat bijzondere verhaal van Jezus, de Messias, de redder van de wereld. In Maria's buik groeit een nieuwe toekomst voor heel de wereld. Niet voor niks zoekt Maria haar nicht op om het te gaan vieren. En het kindje van Elisabeth begint te dansen van vreugde in haar buik. En Maria zingt een lied. Een lied van bevrijding, van al die mensen die het moeilijk hebben, over God die barmhartigheid geeft aan iedereen die van Abraham afstamt. Zo is het. God gaat niet buiten mensen om. Hij gaat met mannen en vrouwen in zee om zijn toekomst te laten groeien, ook met ons. Totdat die volop zal aanbreken op die ene dag waarop we vol verwachting uitzien. Amen.